Hallo, ik ga je laten zien hoe je met processing les 7 doet. We zijn op de homepage van de dojo. Je klikt op processing om naar de processing lessen te gaan. En les 7 heet Rect en Fill. Met Rect, dat is een afkorting van Rectangle, betekent rechthoek. En Fill is Engels voor vullen. En dat is om een kleurtje te geven aan je rechthoeken. Nou, Tetris is bijvoorbeeld een beroemd spel met veel rechthoeken erin. Opdracht 1. Run deze code. Dat gaan wij doen. En hoppa. En we zien een bal. Die gaat naar rechts. Nou, die gaat voorbij het scherm. Oké, een bal die eeuwig naar rechts gaat. Opdracht 2. Voeg de volgende extra regels toe. Naar ellipse bijvoorbeeld op. Nou, doen we rect. Moet na deze regel. Hop. En dat was hem. En ik run hem. Ah, die extra regel, daarin teken je een rechthoek. En de rechthoek gaat x naar rechts en height gedeelte 2 omlaag. Dat is hetzelfde als de ellips. Alleen bij de ellips is dit het middelpunt van de cirkel. Dus hier. Bij de rectangle, bij de rechthoek, is het de linkerbovenhoek van de vierkant. Dus niet het midden, nee, de linkerbovenhoek. Dus als ik op dezelfde coördinaten een ellips en een rectangle teken, dan gaat de ellips om die coördinaat heen en de rechthoek gaat met de linkerbovenhoek daar zitten. Dus nu hebben we een ellips en een rectangle die allebei naar rechts gaan, eeuwig. Opdracht 3. Teken de rechthoek nu over de ovaal. Dat gaan wij doen. Om de rechthoek over de ovaal te krijgen, moet hij dus naar links en naar boven. En hij moet de helft van de hoogte van de ovaal omhoog en de helft van de breedte van de ovaal naar links. De ovaal is 100 hoog en 100 breed. Dus de rectangle moet 50 naar links en 50 omhoog. Nou, dat is heel makkelijk. We doen er gewoon min 50 achter. Hier doe ik. Ik doe eens gewoon min 50 erachter. En dan kijken of het gelukt is. Het is gelukt. Dus de ovaal wordt nog wel getekend. Maar over. Maar daarna wordt de vierkant er overheen getekend. Het is mij dus nu gelukt. Volgende opdracht. Haal de onzichtbare ovaal weg en maak de lijnkleur geel. Ik haal eerst de ovaal weg. Hop. Ovaal weg, ik run hem. Niks aan de handje. Het is nog precies hetzelfde. Ik ga de lijnkleur geel maken. Nou, als ik kijk naar de kleurencirkel. We maken lijnkleuren. Geven we een kleur met stroke. Stroken. En dat doen we met een rood waarde, een groen waarde en een blauw waarde. Geel is en rood en groen. Dus de kleur geel is 255,255,0. Want er zit 0 blauw in. Dat gaan wij doen. Stroke. Geel is volledig rood, volledig groen en 0 blauw. En hoppa, daar is de lijnkleur geel. Je ziet ook aan de linkerkant dat al die lijntjes, dat die ook, hè, dat die waren net zwart. Dat zijn nu zwarte lijntjes. En dat is allemaal geel geworden. Volgende opdracht. Voeg de volgende regel toe na stroke. Prima, ik heb hier een fill regel. Die moet na stroke. Die doe ik dus hier neerzetten. En nu zien we de kleur. Oh, de opvulkleur verandert nu. Aan de linkerkant is hij blauw en hoe meer die naar rechts gaat, wordt die magenta. Nou, blauw is alleen maar blauw, geen rood en geen blauw, maar magenta is volledig rood en volledig blauw. Nou, hij begint volledig blauw, hij wordt dus steeds rooier. Dus ik denk dat de roodkleur van fill een x heeft. Want die x wordt steeds hoger naarmate die naar rechts komt. Dus de roodwaarde
van de fill zal ook omhoog gaan. Als ik kijk naar de code, zie ik dat ook. Ik zie dat die aan de linkerkant, dan is x0, dat die dan 0 rood is. 0,0,255, dat is blauw. En de rechterkant is x255 geworden. 255 plus 0 plus 255 is magenta. Dat kun je in de kleurencirkel wel zien. Hier. He, dus ik zag, hij was blauw. Maar naarmate die naar rechts gaat, wordt hij meer magenta. Dat komt omdat er meer rood bij komt. Mooi, dat is gelukt. En nu gaan we een nieuwe variabele aanmaken. Groen. Met een beginwaarde van 0. Nou, laten we dat eerst even doen. Float groen is 0. Dat is gelukt. Groen wordt gebruikt als het tweede getal van fill in plaats van de 0. Nou, hier zie ik de fill staan. Het eerste getal is x, het tweede getal wordt dus groen. Elke keer wordt groen 2 hoger. Nou, dat is makkelijk. Hier wordt x1 hoger. Groen is groen plus 2. Hier wordt groen 2 hoger. Nou, gaan we runnen. Oh, waar is processing? Hey. Oh, nou, hij is, processing is gestopt. Nou, dan start ik hem gewoon opnieuw. Dat kan gebeuren. Processing daarheen, die daarheen. En de internetpagina hier. Ik zet hem weer groot en ik run hem. Wat we nu zien is dat hij ook wit wordt. Wit is namelijk rood plus groen plus blauw. Dus daarom wordt hij wit. In het begin gaat x van 0 tot, hoe meer hij naar rechts gaat, tot 255. Groen wordt alleen maar hoger, dus als die 255 is, dan kun je op de kleurencirkel zien dat als groen en blauw 255 is, krijg je cyaan. En het enige wat nog verandert is rood. En nou, rood plus cyaan is wit. Dat zit in het midden. De volgende opdracht. De variabele groen mag niet hoger worden dan 255. Nou, dat is helder. Ik doe dat hier. If groen is groter dan 255... dan zetten we groen weer op 0. Groen is 0. We runnen hem en je ziet dat hij nu wit wordt. En je ziet, hem weer, je ziet dat de kleur heel ineens verandert naar... En dan is groen heel hoog geworden en dan pluk, valt het weer naar 0. Gelukt. Volgende opdracht. Daar. Maak de blauwheid van de invulkleur een willekeurig getal van 0 tot 256. Nou, de invulkleur, dat moet weer fill zijn. Fill bestaat uit 3 getallen, de roodwaarde, de groenwaarde en de blauwwaarde. De blauwwaarde moet een willekeurig getal van 0 tot 256 worden. Dat doen we met random 256. Als ik hem nu run, dan zie je dat het een beetje gaat flikkeren, omdat de blauwwaarde, ja, dat kan elke keer anders zijn. Volgende opdracht. Oeh. Maak de lijnkleur willekeurig in roodheid. Dat is de lijnkleur. Dat doe je met stroke, niet met fill. De roodheid, dat is het eerste getal, moet random zijn. De invulkleur moet gaan van zwart naar groen, waarbij groen steeds hoger wordt. Dus de fill moet rood altijd uit van zijn, blauw altijd uit van zijn en groen gaat van 0 tot steeds hoger. En de lijnkleur, en bij de lijnkleur, die moet dus willekeurig rood zijn. En dus 0 groen en 0 blauw. Heel veel succes met deze eindopdracht.